Hoi. Om even mee te beginnen, ik ben de laatste tijd heel inspiratieloos. Dus als jullie nog iets leuks weten waar ik over kan filmen, weet ik voor wat, laat het hier beneden achter in de reacties. Oké, vandaag gaan we de 25 questions tag doen of zoiets. Dus het is 25 vragen. En hierna ga ik jullie laten zien wat ik voor kerst heb gekregen. Het ligt allemaal daar, maar dat zie je niet. Ja. En we gaan maar beginnen. Heb je huisdieren? We hadden eerst een konijn, die is dood gegaan. En nu hebben we een hamster, die is eigenlijk van mijn broertje. En hij heet Jep, maar het is niet echt mijn huisdier. Dan drie dingen die dicht bij je staan. Mijn etui ligt hier, mijn oude camera, mijn kleine camera. En een of andere rare munt. Wat voor weer is het op dit moment? Nou, het is 7 uur 's avonds en ik kan het niet zien, want het is donker. Maar volgens mij is het nu normaal, het regent niet, dus... Rij je al? Zo ja, ben je al een keer gecrashed? Ik rijd nog niet, ik ben nog 14, dus ik mag nog niet rijden. Maar we zijn wel een keer een soort van gecrashed. Ik weet niet meer waar het was, maar we hadden nog met onze oude auto. Gingen we op de snelweg een bocht door en het was glad. Dus we gingen die bocht door, de achterste banden gleden weg. We draaiden een rondje en kwamen zo achteruit in de berm. Dus gelukkig viel die auto niet helemaal in. Hoe laat was je wakker vanmorgen? Volgens mij pas om 12 uur of zo. Wanneer was de laatste keer dat je hebt gedoucht? Ik heb vanochtend gedoucht, ik douche elke dag gewoon. Wat is de laatste film die je hebt gezien? Ik ben vandaag naar Wreck-It Ralph geweest. Maar het is wel een hele leuke film. Het is een animatiefilm. Wat staat er in je laatste sms'je? Mijn mobiel ligt beneden en ik heb geen zin om het te pakken, dus sorry. Wat is je ringtoon? Volgens mij... Even opzoeken hoor. Oké, ik heb hem eindelijk gevonden. Duurde eventjes, maar dit is hem. Ben je ooit naar een ander land geweest? Ja, ik ben naar België geweest. Ik ben naar Frankrijk geweest. Ik ben naar Engeland geweest. En dat was het. En Denemarken, ja. Hou je van sushi? Het is al een paar maanden geleden al, maar ik heb laatst wel een keer sushi gemaakt zelf. Alleen ik vond het echt totaal niet lekker. Maar ja, iedereen smaak verschilt, zeg maar. Waar koop je je boodschappen? Nou, ik koop zelf niet de boodschappen, maar meestal gaan wij gewoon naar de C1000 of gaan naar de Albert Heijn, of gaan naar Lidl. Heb je ooit medicijnen genomen om je sneller te helpen slapen? Nee. Hoeveel broers en zus heb je? Ik heb één broertje, dat weten jullie misschien inmiddels wel, van 11. Heb je een Heb je een desktop computer of een laptop? Ik heb een laptop, ik ga alleen niet laten zien. Hoe oud word je draaien, wat? Hoe oud word je op je volgende verjaardag? Mijn volgende verjaardag is 19 juli en 19 juli word ik 15. Draag je contactlens of een bril? Volgens mij draag ik contactlens. Kleur je je haar? Nee. Vertel iets wat je van plan bent om te doen vandaag. Nou, het is 7 uur, dus ik blijf lekker binnen. Wanneer was de laatste keer dat je gehuild hebt? Ik weet het niet. Wat is je perfecte pizza topping? Nou, meestal neem ik pizza Hawaii met ananas en ham. En dat vind ik wel lekker dus. Wat heb je liever, hamburgers of cheeseburgers? Hamburgers zeker weten. Ben je wel eens de hele nacht opgebleven? Ik ben wel een keer opgebleven tot 5, 6 uur of zo, maar dat trekt het niet. Wat is je oogkleur? Ik ga even kijken, wacht. Oké, ik hoor net groen. En de laatste vraag, kan je het verschil proeven tussen Pepsi en cola? Nee, ik proef het verschil niet. Ook al neem ik altijd Coca-Cola, want Pepsi vindt toch iets minder lekker. Dus ja, ik proef eigenlijk het verschil wel. Oké, dat waren de vragen. Nu ga ik jullie even snel laten zien wat ik voor kerst heb gekregen. Ook al is het echt veel te laat. Oké, het eerste. Oep. Niet zo mooi opgevouwen. Jullie herkennen het misschien wel als ik het zo laat zien. Het is een greenscreen. Als iemand niet weet hoe het werkt, is je hangt de greenscreen goed strak op, zeg maar. Je gaat ervoor staan in je bewerkingsprogramma. Kan je dan op de greenscreen een plaatje of een foto of video zetten of iets. En daaronder ligt nog dit ding. Dat is een Dat is een achtergrondset voor de green screen. Ik heb deze muts op mijn hoofd gekregen. Ik weet niet van welk merk die is. Dus even kijken. Van het merk Bart's. Dan moet ik even kijken. Jullie kunnen het niet zien, maar op mijn camera, om de lens, zit er zo'n kleine kap. Ik zet hier even een plaatje neer. Ik weet niet of ik het goed kan zien. Het is zo'n kleine kap die je op de voorkant kan draaien tegen de zon. Wat heb ik nog meer gekregen? Het hangt nu aan mijn stoel volgens mij. Dit ding. Het is een e-spec tas, maar er staan allemaal camera's op. Dus dat is wel cool. Volgens mij was dat het wel. Maar ja, dat was het dus. Ik laat alle 25 vragen mag je overnemen. Ik zet ze in de beschrijving. Ik weet verder niks meer te zeggen. Ik wens jullie een gelukkig nieuwjaar, fijne jaarwisseling, wat dan ook. Veel plezier met vuurwerk afsteken. Ik denk dat, ja, ik ga dit uploaden op 31 december. Want ik film het op de 30ste. Ja, ik zie jullie volgend jaar weer. Klinkt een beetje heel lang, maar dat is overmorgen of morgen al. Dus doei!